En we stonden 1-0 voor en toen werd de wedstrijd gestaakt. Omdat er allerlei vuurwerk op het veld gegooid werd. Er werden stenen op het veld gegooid, er werden messen op het veld gegooid. Messen ook? Ja, dus de scheidsrechter terecht staakte de wedstrijd. En we hebben toen 4 uur in de kleedkamer gezeten. Omdat de supporters die stonden ons buiten op te wachten. En toen zijn uiteindelijk met kogelvrije politiebussen zijn we naar het vliegveld vervoerd. En de eerste beste vliegtuig door de Istanbul gepakt. Voor het bloemetje van deze week ben ik een heel eind uit de richting, namelijk 2200 kilometer verderop in de wereldstad Istanbul. Istanbul is natuurlijk een prachtige stad, boordevol cultuur, maar ook boordevol voetbal. En dat is de reden dat ik hier ben, want ik ga op bezoek bij een Nederlandse voetballer die hier voetbalt, namelijk Katwijkse trots Dirk Kuyt. En als je die naam noemt, dan brandt natuurlijk meteen de vraag op ieders lippen, komt hij terug naar Nederland, ja of nee? Ik heb gewoon nog niet de tijd gehad om even met mijn zaakwaarnemer dat te bespreken. En ja, wellicht dat de komende periode dat ik daar wat meer tijd voor heb. Maar zodra ik duidelijkheid kan geven over mijn toekomst, dan ga ik dat zeker doen. Maar ja, als je hier voor het programma Het Bloemetje bent en je hebt geen bloemetje bij je, dan moet je daar natuurlijk wel eerst even naar op zoek. De Grand Bazaar van Istanbul is een van de grote toeristische trekpleisters en het is hier ontzettend druk. Je kunt hier van alles kopen. Kleding, schoenen, tapijten, goud, specerijen, sieraden. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Behalve één ding, bloemen. Niet te krijgen. Istanbul is een gigantische stad met 14 miljoen officiële inwoners. Er wordt echter beweerd dat er waarschijnlijk wel ruim 20 miljoen mensen wonen. Veel inwoners zijn niet geregistreerd. In 2010 was het één van de 3 culturele hoofdsteden van Europa. Het grappige is dat Istanbul sinds 1935 een stedenband heeft met Rotterdam. Dat is leuk voor Dirk. Ik ben nu in het Europese gedeelte van de stad. Maar ik moet aan de andere kant van het water zijn, in het Aziatische gedeelte. Daar ligt het stadion van Fenerbahçe. Als je naar het stadion van Fenerbahçe wil, dan moet je aan de andere kant van de Bosporus zijn. Dat kan je natuurlijk doen met een boot. Dat is heel romantisch, maar wij doen het iets minder romantisch met de metro. Het gaat wel lekker snel. En wat me wel opvalt is dat er nog heel weinig Fenerbahçe-fans te zien zijn. De wedstrijd begint pas over 2 uur. En mijn probleem is dat ik nog steeds geen bloemetje heb gevonden voor Dirk. Misschien nog bij het stadion. Ook bij het stadion zijn geen bloemen te vinden, dus ik zal het vanavond zonder bloemetje moeten doen. Dirk speelt vanavond de topper tegen stadgenoot Beşiktaş. De nummers 3 en 2 spelen dus tegen elkaar. Beide teams zijn nog in de race voor de Turkse titel. Dat belooft een spektakel te worden, want bij verlies haakt Fenerbahçe af in de race om de titel. De wedstrijd is slecht. Heel slecht zelfs. Maar het is niet erg, want er gebeurt genoeg. Dat is een domper, jongens. Hij is geblesseerd. Helaas valt Dirk Kuyt in de tweede helft geblesseerd uit. Toch wint Fenerbahçe in de allerlaatste minuut en blijven ze meedoen in de spannende race om het kampioenschap. En de overwinning wordt buiten op typisch Turkse wijze gevierd. Heel langzaam keert de rust weer terug in Istanbul. Maar het blijft natuurlijk een stad die nooit slaapt. Nou, we gaan eindelijk naar Dirk toe.
En we hebben helaas geen bloemen gevonden. Dat is niet zo heel erg. Want omdat hij geblesseerd is, heeft hij waarschijnlijk veel meer aan een fruitmandje. Er moet met wat leuks aankomen. Knuiden. We reizen terug naar het Aziatische gedeelte. Dit keer dus met de taxi. De reis duurt ruim een half uur, maar dat kan nog wel eens verschillen, want in Istanbul staan soms op de gekste tijden van de dag enorme files. Ook de Bosporus, het water dat Istanbul in tweeën deelt, is een drukke vaarroute. Alle zeeschepen die naar Bulgarije, Roemenië, Moldavië, Oekraïne, Rusland en Georgië willen, moeten door dit smalle gedeelte varen. Na 35 minuten komen we aan bij het goed beveiligde trainingscomplex van Fenerbahçe. We zijn op het trainingscomplex en Dirk moet hier ergens behandeld worden. Ik weet niet precies waar het is, maar ik denk hier binnen. Ja, daar ligt hij hoor. Hey Dirk. Goedemorgen. Ik heb wat meegenomen. Ja. Oer-Hollands. Ja. Ja, het is een beetje een samengestelde Turkse fruitmand. Ja, ja. Zo hoort het als je geblesseerd bent. Nou ja, dankjewel. Want wij hopen natuurlijk dat je snel opknapt. Maar hoe lang gaat het nog duren met je kuit? Ja, nee, we hebben zondag direct na de wedstrijd zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Hebben we scan gemaakt. En de verwachting, normaal gesproken voor zo'n blessure, staat ongeveer 3 weken. En wat dat betreft heb ik geluk dat we aankomend weekend geen wedstrijd spelen. En eigenlijk pas over 2 weken de eerste wedstrijd. Nou goed, dat is waar we ons op gaan richten. Maar we willen natuurlijk niet het risico lopen dat de blessure terugkomt. Dus als ik dan die wedstrijd niet zou halen, dan zou het gaan om 1 wedstrijd die ik zou missen. En dat is nog te overzien. Dus, dat is nog wat te doen. Kuyt is bezig aan zijn 3e seizoen bij de Turkse club. Hij kwam over van Liverpool en had de keuze uit meerdere clubs, onder andere het Duitse Hamburger SV en het Spaanse Espanyol. De keuze viel op Fenerbahçe omdat het een van de grootste Turkse clubs is, grote ambities heeft en uiteraard ook diep voor hem in de buidel wilde tasten. Ik ben hier puur naartoe te komen om gewoon uiteindelijk onderdeel te worden van de historie van de club. En ik ben nu hier bijna 3 jaar en het eerste seizoen hebben we voor het eerst in de historie van de club de halve finale van de UEFA League bereikt. We hebben de beker gewonnen, we zijn kampioen van het land geworden, we hebben de Supercup gewonnen. Dus ja, in iets meer dan 2 jaar tijd heb ik elke prijs die ik hier kon winnen, heb ik gewonnen. Dus gepakt. Wat dat betreft is het een enorm groot succes geworden. Ja, en de ultieme doel van de club nu is om dit jaar kampioen te worden. Dat zou betekenen dat Fenerbahçe de eerste club is met 4 sterren op het shirt. Dus, want in Turkije is het de regel, voor elke 5 kampioenschappen krijg je een ster op je shirt. Plus het feit dat Fenerbahçe weer terug de Champions League ingaat. Ja. En dat is de plek waar de club wil zijn. Ja. Als de club de Champions League haalt, zal het gekkenhuis bij de fans nog vele malen groter zijn dan ik op straat heb gezien na de overwinning op Beşiktaş. Onveilig voelt Dirk zich echter nooit. Uit bij Trabzonspor, dat is een van onze grootste rivalen. Wonnen wij de wedstrijd. We stonden 1-0 voor en toen werd de wedstrijd gestaakt. Omdat er allerlei vuurwerk op het veld gegooid werd. Er werden stenen op het veld gegooid, er werden messen op het veld gegooid. Messen? Ja, dus de scheidsrechter terecht staakte de wedstrijd. En we hebben toen 4 uur in de kleedkamer gezeten. Omdat de supporters die stonden ons buiten op te wachten. En toen zijn uiteindelijk met kogelvrije politiebussen. Zijn we naar het vliegveld vervoerd en de eerste beste vliegtuig terug naar Istanbul gepakt. En ben je toen niet bang geweest? Nee, ik heb eigenlijk nooit daar een angst voor gehad. Maar het is natuurlijk wel af en toe een knotsgekke situatie. Het is tijd om meer van het complex te zien. Dat is geen kinderachtige fitnesszaal, zeg. Ja, na een wedstrijd herstellen we vaak en dan wordt er soms gekozen om te fietsen 20 minuutjes. Maar ook alle krachtoefeningen met benen, met bovenarmen kan je doen. En als we hier doorlopen, dan krijg je een beetje een indruk van het veld waar we altijd trainen. Oh, ja. Kijk, we hadden het net over de hectiek die in en om de stadions plaatsvindt. En de supporters die altijd met heel veel emotie de ploeg aanmoedigen. Maar ik moet zeggen, de trainingen zijn altijd besloten. En er is wel eens wat ruimte voor fans om een training te kijken. Die zitten dan daar in dat witte gebouwtje, zeg maar. Mm-hmm. Soms wordt de pers ook uitgenodigd. Maar verder hebben we wel het gevoel dat we in ieder geval in rust kunnen trainen. Ja. Het leven van Dirk is ook goed. Dat zie je volgende week als ik bij hem thuis op bezoek ga. En hij vertelt dan ook welke privileges voetballers in Istanbul in het verkeer hebben. De politie
vindt het geen probleem als wij tijdens de file de vluchtstrook pakken. En soms begeleiden ze ons daar ook in.